Een recordjaar voor ASML. Ondanks de coronacrisis steeg de omzet van de Veldhovense chipmachinefabrikant in 2020 naar 14 miljard euro. En dat is ruim 2 miljard meer dan het jaar ervoor. Ook de winst steeg fors. ASML verkocht meer machines waarmee snellere en slimmere chips kunnen worden gemaakt. Consumenten en bedrijven maken steeds meer gebruik van apparaten en systemen waar slimme chips voor nodig zijn. En die chips worden wereldwijd dus vaak gemaakt met de machines van ASML. Ook dit jaar verwacht het bedrijf goede resultaten. for the full year, we're looking at, uh, at a year of uh, you know, continued uh, growth, both in sales and, in, uh, and in, uh, in gross margin. and that really is because of you know, all the changes that we see, the, the, the really uh, you know, continued development in the digital uh, economy that we're witnessing, uh, and even more strongly after, after last year. Um, and you see that everywhere. you see it on the advanced nodes with you know, the secular trends in ai, high-performance compute, um, um, uh, 5g. Op de campus in Veldhoven werken meer dan 12.000 mensen.